King. Wie durft te zeggen? Wie durft te zeggen dat ik het niet ben? Nobody, man, niemand. We waren hier een spel op het dakje, gewoon bij de ingang, zeg maar. Zeg, dat was slim, man. We hebben dus nu hier in Amsterdam overal 30 kilometer. Dus zelfs op hele lange stroken weg gewoon. En je weet gewoon dat mensen zich er niet aan gaan houden. En hele stapels boetes gaan collecten. Het mag dus helemaal niet. Want van de Europese Unie heb je gewoon een grondrecht om vreedzaam bij elkaar te komen. Snap je? Dus dit is gewoon in strijd met de wet wat hier gebeurt. Maar Amsterdam is gewoon één grote gevangenis dus. Kijk, de pad naar de hel. Wat een gedoe hier in deze stad, jongens. Kijk ze. Dit is zo'n kutding. Er is nog een foto gemaakt bij deze flat hier van een van mijn nummers. Motherfucking J-Line. Ik ben weer in een gevangenis in een ghetto genaamd Damskobeland. Alle gebouwen worden hier afgebroken. Iedereen wordt ingesloten. En over openluchtgevangenissen gesproken. Kijk, kijk, kijk. Kijk eens, lenen schuld. Stadsbank van de Leningen. Oh, even naar het beeld. Je mag niet meer de vogels eten geven. Eten je altijd als ik hier ben. Weet je wie ik ben? King, je. Wie durft te zeggen dat ik het niet ben? Nobody, man. Old school mannetje, je wilt geen static. Ik sta rechtop als de mic statief. Net als mijn dik, die zit met haar mond te vrijen. Wijven willen op me krijgen, net als hoe de wielen wrijven op de weg. En ik ben onderweg. In dit land word je van alle kanten geschetst. Maat L pas ik, chicks kapzones lach ik. Van grote struggles lach ik. Man, je bent te passief. Ze huilen om Zwarte Piet en Sinterklaas, maar zeggen niks de rest van het jaar. Yeah, weet je wie ik ben? Yo, is de motherfucking J-Line. Dus gisteren moest ik iemand brengen naar Schiphol, toch? We zijn inmiddels in Ede beland. Maar ik moest dus gisteren denken aan, weet je wel, er staat dan op de Rijksoverheid en je ziet het sowieso in de media en zo over de asiel. Stroom en 1000 man per week of zo. En vorig jaar of in 2022 was het iets van 4 ton of zo, dacht ik. En er komt veel binnen, weet je wel. En er staat dat op Rijksoverheid. Het is dus net een soort reisbureau. Dus ze zeggen, als je via vliegtuig komt, kan je je melden bij de marechaussee. En er staat zelfs een hele rare dingen ook van dat als je uit een veilig land komt, krijg je zelfs een spoedprocedure. Maar in ieder geval, het wordt dus zo verheerlijk en vervolgens dus krijgen ze een smartphone. En dan kunnen ze het aan hun vrienden doorvertellen van ja, kom maar naar Nederland en het is goed te doen. Maar als het zo is, kijk, vluchten hoort moeilijk te zijn, weet je. In de Tweede Wereldoorlog was dat ook. Mensen moesten gewoon gaan lopen en een klein koffertje. En op een gegeven moment, na de oorlog, moesten ze ook gewoon weer terug naar hun eigen land, dus naar Nederland. Maar het wordt dus zo verheerlijk en iedereen doet het. En ook gewoon mensen uit veilige landen. Dus, en dat is niet sociaal en dat is ook niet humaan. Want het is juist discriminerend tegen mensen die echt vluchten. Want die hebben gewoon inderdaad een recht. Mits een land dat aan kan. Hè. Dus er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Mensen kunnen wel zeggen, oh ja, maar ze hebben het recht. Nee, dat is niet echt. Dat ligt wel wat genuanceerder. Want mensen in Nederland hebben eerst een recht op wonen. Dus Nederland en dit corrupte demissionaire, tweemaal demissionaire kabinet. Kijk uit hun fietsen. Schendt iedereen zijn rechten eigenlijk, zeg maar. Die van echte vluchtelingen, die van immigranten die achteraan de rij moeten aansluiten, die het wel via een procedure doen, via de juiste procedures. En die van vluchtelingen die een heel ander beeld hebben, vervolgens op de tuinstoel in Ter Apel moeten slapen en gehaat worden door iedereen. Dus iedereens recht wordt eigenlijk geschonden. Het is net als, dus je staat met 100 man in de rij bij de bakker, toch? Weet je wel? De bak heeft 100 broodjes. Ineens komen er 10 man voordringen. Dat betekent dat die laatste 10 in die rij van die oorspronkelijke 100 dus geen broodjes krijgen. Dus het is helemaal niet sociaal. Het is niet tof. Het is niet leuk. Maar in ieder geval, het wordt ze zo makkelijk gemaakt. Ze worden met het vliegtuig opgehaald. Weet je wel, net als toen met al die Afghaanse tolken, zeg maar, tussen aanhalingstekens. En, snap je, er worden gewoon busjes klaargezet.
Als je daar in Libië de zee in zwemt, staat er meteen een boot uit Duitsland om je naar de overkant, om je 60 kilometer verder of zo naar Italië te brengen. Dus het wordt in ieder geval, het is eigenlijk gewoon reizen. Daar komt het op neer. Dus in het kader van de nieuwe terminologie, weet je wel, als je griep hebt, heet het tegenwoordig corona. Als het zomer is, heet het tegenwoordig klimaatverandering. Dus ook als je gaat reizen, moet je eigenlijk zeggen ik ga vluchten, weet je wel, dat is het nieuwe woord. Dus waar ga jij deze zomer naartoe vluchten? Wanneer neem jij jouw vluchtdagen op je werk, weet je wel? En nou, ik ga deze zomer vlucht ik naar Zuid-Spanje. Of nou, ik wou naar Zuid-Spanje, naar Malaga of Marbella vluchten. Maar ja, er zitten al zoveel van die dronken Nederlandse vluchtelingen en Britse vluchtelingen. Dus deze zomer vlucht ik liever met mijn gezin naar de camping in Zuid-Frankrijk. Want daar zijn wat rustiger oudere vluchtelingen en gezinnetjes. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik vond het wel goed.